Ik denk echt dat we een andere relatie met ons publiek moeten hebben. En dat is een wederkerige relatie. Dus dat is net als thuis. Dus het is geven en nemen en je neemt elkaar serieus en je bent kritisch op elkaar, je bent positief over elkaar. Stel je voor dat wij als verschillende media de constructieve journalistiek gaan omarmen. Stel je voor dat we zeggen, ja oké, daar moeten wij meer aan gaan doen. Kunnen we dat toepassen binnen onze bestaande structuren? Of kom je uiteindelijk tot de slotsom misschien wel dat je een heel ander product moet maken? We kunnen niet allemaal correspondentje gaan spelen. Hè, met een lange lappe tekst. Daar moet je een middenweg in zien te vinden. Vanmiddag hoorde ik een aardige discussie op onze redactie. Iemand vroeg zich af, moeten wij niet eens even alle gemeenten in Friesland gaan bellen om te vragen welke kleur hun Zwarte Piet heeft dit jaar? Ik vind die hele discussie totaal oninteressant en ik vind ook dat alle argumenten, die heb ik al 1000 keer gehoord in die hele Zwarte Piet, ook al jaren. Nou, ik zou het wel interessant vinden om eens te zien dat richting 5 december een van de media de beslissing neemt van wij gaan het dit jaar helemaal niet over hebben. Wat kun je eraan doen als journalist om daar voor eens en altijd een streep onder te zetten? Niet dingen van het is wel of niet racisme, vind ik helemaal niet interessant. Hij is wel of niet door de schoorsteen gegaan. Dat is allemaal dat is helemaal niet een wezenlijke discussie. Maar die discussie zelf is als het ware het probleem. Maar je neemt nu best wel veel stelling in, namelijk je wil dat de discussie stopt. Ik heb toch het gevoel dat het hele verhaal over constructieve journalistiek, dat het heel erg gaat over verdieping. Dat het gaat over van, hoe volledig kunnen wij de informatie brengen? Hoeveel moeten we daarin investeren? Ik merk gewoon tot op de dag van vandaag, dat was ook zo toen ik op de redactie zat. Wanneer heb je het er nou over wat er gebeurt met je verhaal? He, wat mensen ermee doen, hoe het publiek het oppakt? Even over de uitdaging over de effecten van je werk. Ik lees in het weekend het verhaal van jouw pagina's in de oude krant over pesten. Heel bepaald pesten. Een jonkje op squallen pesten en op lettere leeftijd pleegt hij zelfmoord. En ze zeggen dat dat ter onder oren moet krijgen. Het. Een heel rustig schreeuwen verhaal, vond ik, maar natuurlijk heel ongriepend. En ik zie de betekening van het jonkje zuid onder oren. Ik heb een brief schreeuwen en daar staan de acht of jochen, de naam van acht of jochen pesters. Stien erin. En dan dacht ik, door zes maar één van die acht of negen bijen wezen. En door lees vier pagina's hoe dat verval in de oude kranten. Of door bist gewoon omstander, heeft gewoon niks dien. En wat ongeveer lieke erg is. En door heb ik een mail gestuurd naar het hoofd van die squallen. Van zou het net mooi wezen om de mensen die hier bij belutsen binnen, nog eens bij elkaar te helpen. Van hoe hij hem die krant lezen. Ik dacht, ik bliksem, zit ik een mooi verhaal in als je erbij bent. Een heel mooi vervalverhaal, zo dat wezen kunnen. En vervolgens deed Joerd in de oude kranten dat een lerares in Snits, dacht ik, die zei, ik heb maar bedacht, ik jou geen les, ik jou die ben gewoon die kranten. En ik hier mooi snel over praat. Dit vind ik dus heel opbouwende reacties vanuit het publiek. En mijn vraag aan jij, maar eerlijk zijn ik aan Hans, is hier dit nog van tevoren ik betinken kan als schreeuwer of schreeuwster? En hoe zong je daar dan mooi aan de gang kunnen? En hij met het vierde week betocht Hans. In dit geval is Maria eerst met de ouders gaan spreken en door haar opstelling en het vertrouwen winnen hebben de ouders gezegd van weet je, je moet misschien al die brieven van onze zoon ook maar lezen. Dus dat kan ook in fases, zou ik maar zeggen. Dat het, ik vind juist ook voor je het weet gaan wij als journalisten al van alles invullen. Dan doen we dit en dan doen we zus. Als je als medium of als redactie of als journalist zou je jezelf de vraag kunnen stellen, is het niet interessant voor ons om hier een rol in te hebben in dat vervolgtraject? Want dat is natuurlijk journalistiek interessant, maar ook voor
je positie in de samenleving en voor je band met je publiek en uiteindelijk dus voor je verkoopcijfers. En dat, dat Desert News, Trends Cantubans, ja, er zijn natuurlijk heel veel regionale initiatieven waarbij de kranten en de omroepen samenwerken en zorgen dat ze samen een goede site maken waarbij je de verschillende expertises benut. Het punt is natuurlijk dat je dan altijd met privaat geld en publiek geld zit. Dat, daar lopen ze in Enschede ook enorm tegenaan, want die omroep krijgt natuurlijk subsidie en de kranten niet. Dus dat zijn altijd ingewikkelde discussies waar die Marta Riemsma ook enorm druk mee is. Maar die kanten, hup, klaar. Het werd besloten in de bak. Omroep Friesland, Leeuwarden Krant, Fries Dagblad, mooi, één platform, sterk in die Friese samenleving, hartstikke idee. Je zou toch denken, als het ergens zou moeten lukken, die band met het publiek, zou het in Friesland moeten zijn? Maar bij feesten misschien wel. Ja. Bij feesten lukt het wel, alle jaar, maar goed, daar hebben we het over cultuur. Ja, maar die site is natuurlijk, nou goed, die wordt nu verbeterd. Het moet wel kwaliteit zijn, het moet wel goed, en dat met Finster, de producten zijn natuurlijk allemaal nog wel heel erg, of nou, zijn soms wel heel experimenteel. Ja, dat klopt. Maar goed, we werken aan verbetering en dat doen we allemaal. En ik geloof er wel heel erg in dat samenwerking tussen mensen echt wat oplevert. En die constructieve journalistiek zou daar heel goed een rol in kunnen spelen. Maar niet als enige. Ik ben ook een beetje verbaasd dat bij Windesheim echt eigenlijk alleen maar gefocust wordt, tenminste dat idee krijg ik, op constructieve journalistiek. Want dat is eigenlijk het enige nog maar wat ik van jullie opleiding hoor. Dus niet een hele constructieve opmerking, maar wel wat ik... Dus ja, we kunnen daar zeker wat mee, maar we moeten ons er ook weer niet blind op staren. Dat sowieso. Nee, er is natuurlijk een soort negativiteitsverslaving. Hè? De constructieve journalistiek komt, of die ontwikkelingen komen voort vanuit de civiele journalistiek. Als je het in de ontwikkeling of in de historische lijn plaatst. Maar een andere belangrijke inspiratiebron is de positieve psychologie. Die ervan uitgaat. Ik kan dat trouwens niet heel erg verantwoord samenvatten, want ik ben geen expert. Maar die denken er natuurlijk over na, over de effecten van dat wat je doet en wat er dan gebeurt. En we hebben bij Windesheim een Deense directeur Constructive Journalism, Catherine Gildenstedt. En zij heeft daar hele theorieën over, dat als je die positieve psychologie, als je daarin verdiept en als je ook als journalist durf te accepteren dat we eigenlijk in een soort negativiteitsverslaving zitten. En als je daar een ommekeer in durft te maken, dan kun je heel andersoortige dingen bereiken. Volgens mij is het ook veel leuker om op die manier journalistiek te bedrijven. Ook niet onbelangrijk. En je wordt er zelf ook wat vrolijker van. En je gaat misschien iets minder mismoedig naar huis aan het eind van de dag. Omdat je het gevoel hebt dat je iets constructiefs hebt gedaan. Dus... We zijn eigenlijk journalist geworden om de wereld te verbeteren. We zijn er weer, ja. Nou, bedankt Eva. En jullie ook allemaal bedankt voor je komst.